Advanced Warfare, bitch! Welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal. Dag kijkers, allemaal! Fuck, ik ben mijn intro, die zit zo standaard in mijn gebakken dat als ik hem verkeerd zeg, dan ga ik helemaal flippen. Maar welkom bij Advanced Warfare, een nieuwe serie die door jullie, of een sub van jullie, ik ben de naam vergeten. Maakt niet uit. Iemand van jullie die heeft in de comments neergezet, doe ook een welkom toen ik uitzwaaien deed. En dat gaan we nu doen. We gaan Advanced Warfare welkom heten in deze motherfucking live commentary. Ik heb hier mijn klas staan, KF5. Ik heb hier zoals je ziet, ik heb een nieuwe zelfs. Nice, wat is hier het voordeel? Damage is ietsje naar beneden, range is wat omhoog. Nee, dat wil ik niet. Ik wil gewoon lekker de damage wat hoger dan hier een range gaat het iets omhoog en de handling naar beneden. Ik vind dit top, ik vind deze top. Daarnaast heb ik een foregripper op staan, heb ik parabolic microphone. Die ga ik ervan afhalen en daar pleur ik silencer op, zodat ik wat stealthy ben. Low profile staat gewoon goed. Gung-ho ga ik mee beginnen. Hier wil ik iets anders, dus dan halen we die heel even weg. Bam, dan zien jullie precies wat ik doe. Lightweight, zodat ik kan rennen. Dat is zo ontzettend fijn. Gunninghouse, denk ik niet dat ik die ga gebruiken. Dus dan komen we op 13 streak. UAV, System Hack en Paladin. 700 punten, 700 punten, 950. Wat heb ik veranderd bij de UAV? Ik heb ervoor gezorgd dat de enemies gepaint worden. Een soort van wallhack. System Hack, Flash en Assist Points. En de Paladin heb ik gewoon zoals die is. Nee, daar ga ik extra time op zetten. Bam. Mocht ik die halen, dan heb ik die. KF5, heerlijk wapen. Voor mij gevoel wel echt een heel fijn wapen. Ik ga geen groundwork doen, want dan word ik meteen ingetiefd. Ik doe gewoon Domination. 6 tegen 6. Ik speel ook alleen en natuurlijk word ik er meteen negatief. Waarom ook niet? Dus ik hoop dat hij niet al te ver is. Dan gaan we gewoon lekker afspelen. Op Solar Domination. Een briljante map. Tot nu toe vind ik de mappen vind ik echt heel goed. Veel verticaliteit, wat wel fijn is. Nadeel is veel campers op de daken. De game is net een dag uit. Of in ieder geval nog niet eens. 12 uurtjes, 14, 16 uur is die uit. En campers ten top, overal. Oh, hij is net begonnen, dus dat is fijn. Dus dan hebben we alleen eventjes het begin gemist. En meteen dood. De health vind ik in deze game net even wat minder. Ik had er wat meer van verwacht. Toen ik bij het event was samen met Paul, met Fish en... Ga dood, ja, lekker. Toen ik daar op het event was, toen had ik echt het gevoel dat we veel meer health hadden. En dat was echt, dat leek gewoon perfect. Dat was gewoon echt perfect. En toen we hier gingen spelen gisteravond, wauw, een beetje ghost qua, ja, ik wilde niet kwaliteit, ja, ik wilde kwaliteit zeggen, maar ik bedoel, meer ghost vormen ging het aannemen. Wat gewoon heel jammer is, want ghost was gewoon een van de grootste falen, de health. Voor de rest heb ik nog niet echt heel veel slechte dingen over Advanced Warfare. Ik hoop ook dat dat lekker zo blijft. Maar de health, dat mag wel een beetje gepatcht worden. Ik heb al bijna geen kogels meer. Ik moet scavenger hebben. Aha. Bam. En dan gaan we over naar de bal. Want ik heb geen kogels meer. En ik wil wel blijven leven. Terwijl het op zich wel lekker gaat zo in het begin. Bij C zullen ze wel zitten. Oh, granaat. Ik heb geen flak jacket. Taking. Yes, nice. Goeie kill, Giel. Dat was echt wel even lekker. Oh, en daar zitten ze bij. Daar. Kijk hier, let op, hè. En ze is de Mac. Bam, heerlijk. Twee streaks in één keer. En als het goed is, moet je ze nu door de muur heen zien. En dan zie je ze dus niet door de muur heen. Waarom zie je ze niet door de muur heen? Dat heb ik toch juist gedaan. Painted enemies. Hier overheen. Capture A, zodat we even wat punten krijgen. En als er iemand hier in mijn rug komt... wil ik hem graag killen. Hij is al dood. Ik krijg wel in ieder geval assist points. Dat is wel heel fijn. Maar ik dacht dat ik door de muur heen zou moeten zien met... zie je? Je zag ze wel, maar ze zitten gewoon ver. Kijk, dat is dus mijn UAV. Een beetje Oracle-achtig. Maar kan je het niet halen zonder... assault te spelen. Of lethal. Ja, ik bedoelde, je moet... je kan hem niet halen met support. Voor mij kan je dat knopje wel aanzetten. En toen waren mijn kogels op. Heel fijn. Hoeveel gaan we? 12 om 3. Niet verkeerd.
Ga kijken of we dat door kunnen zetten. En een record aan kills en dergelijke kan neerzetten in deze live. Ik vermaak me tot nu toe echt prima met deze game. Nadeel is ook trouwens een nadeeltje, spawns. Spawns zijn nog niet helemaal perfect. Ik bemerk het niet toen ik in mijn rug gekild werd. Dan word je in je rug spawnen ze, dat is niet fijn, dat is gewoon niet lekker. Maar voor de rest is het echt een prima vermakelijke game. Dus ik hoop dat de health een beetje gepatcht wordt. Waardoor je gewoon langer plezier kan gaan hebben van deze game. Terwijl we hier een beetje ze op de spawn hebben. En dan heb ik nog maar 24 kogels. Ik wil scavenger. Ik wil scavenger. Ik mis scavenger. Was wel een verschil met op het event. Op het event ging echt even in het begin zo lekker. Gewoon bies. Mijn eerste potje überhaupt. Advanced Warfare. Dik MVP. Dik MVP. Niet alleen van mijn team, maar ook gewoon van de enemies. Uiteindelijk zijn wij derde geworden met het team. We hebben verloren van het team van Paul. Er waren 6 teams. Ging wel aardig. Oh, wauw. Ik word geblokt. Waarom? En toen had je geen... fuck. Hij had me door. Ja, ik kon niet veel anders. Ik moest daar zitten wachten. Ja, nadeel van Domination is weer de rounds. Dat vond ik briljant dat ze dat bij Ghost weer hadden weggehaald. De rounds waren... Laat het gewoon lekker doorgaan. Moet ik weer helemaal gaan wachten. Pak ik een wapen waar ik nu niks aan heb. En dan ga ik weer dood. Misschien vraag je je af, waarom heb je geen... Die ene. Toughness. Waarom heb je geen toughness? En in een aantal video's van anderen is al naar voren gekomen dat je het niet echt nodig hebt. Dus dat ben ik aan het testen of je het nou echt niet nodig hebt. En tot nu toe heb ik ook niet echt het gevoel dat het enorm veel uitmaakt. Want door die health ook... Dan heb je al amper tijd om te flinchen. Dus dat is gewoon al apart. Ze gaan hier naar boven natuurlijk. Oh, wauw. Klim op dat fucking ding dan. En nu is die weg. En dan gaat hij daar de deur in. Oké. Nou, pakken jullie bij. Taking C hebben wij ook. Waar gaan ze heen? Ja, maar net even die punten misgelopen. Dat is wel zonde. Zullen ze bij A zitten? Hier gaat er al eentje weer omhoog. Ze laten de vlaggen een beetje gaan. Ze staan wel voor, maar niet zo enorm. Nou, dit is wel echt weer zonde hoor. Hier gewoon, hij schrikt gewoon van mijn panic knife dood. Fucking hell. Ik haat gewoon panic knives nog steeds. Ik haat het. Zet het gewoon lekker op. Motherfucking tactical als standaard layout. Dan gaan mensen die nieuw zijn, die wennen er wel aan. En dan heb je geen panic knives. Ja, kom op. Die had ik moeten hebben. Silencer krijg ik ook wel het gevoel van dat de damage wat naar beneden gaat. Wat op zich ook wel redelijk logisch is hoor. Nadeel is ja, je bent weer op de map te zien. En ik wil mezelf zoveel mogelijk even... van die map afhouden. Voornamelijk in het begin. Dan kan je een beetje nog achter ze komen. Of meerdere mensen van achteren naaien, weet je wel. Dat is gewoon heel fijn. Bam. Daar. En daar. Wauw. Dit was wel even een gevoel van toughness. Waar ben je? Ja, niet dus, want die heb ik niet aangezet, dat weet ik. Maar dat was even mijn eerste gevoel van, hey, die had ik wel nodig. Maar dit is toch gewoon motherfucking snel, jongens. Ik vlieg over die map heen alsof het niks is. Ik was op het event ook op een gegeven moment, zei is hij... Oh, jij was diegene die de hele tijd heen en weer sprong. Kan je daar even mee stoppen? Die kon me niet, af en toe niet killen. Zo. En toen hadden we al geen kogels meer, dan moet ik naar de lasergun. Een lasergun. Even zorgen dat ik hier weer heal. En dan wil ik over naar de bal. Ik hoef geen lasergun. Even herladen. Oh ja, fast mag. Die wil ik ook hebben, jongens. Bij de KF, moet ik zeggen, heb ik er niet zoveel last van.
als ik hem niet heb. Nice. Wat wilde ik zeggen? Bij de KF5, die laat zo motherfucking snel. Nice. Even kijken of ik die paladin binnen kunnen krijgen. Maar alle andere wapens in ieder geval die ik tot nu toe heb gebruikt, daar valt het wel mee het reloaden. Dus dan heb ik denk ik wel eventjes false mag nodig. Sorry als het af en toe een beetje stottert. Hè? Ik ben af en toe ook gewoon een beetje aan het opletten. En ik wil die paladin halen. Ik weet ook niet wat hij doet, zeg maar. Even snel die punten meepakken. Dat zijn gratis punten. Nog 60 punten. 1 kill en een assist. Nee! En dan nee! Oh, ik had het niet door. Fuck! Nou, daar gaat mijn paladin. Jij bent dood. Dit is toch heerlijk, jongens. Dat vliegen door die map hier. En dood. Haha. Heerlijk. Ik vind het een... qua snelheid is die game briljant. Ga ik hier alleen wel weer dood. Hoeveel sta ik? 30 om 12. Niet al te verkeerd voor een eerste live. Niet al te verkeerd. Ik denk dat het naarmate de tijd gaat de score steeds hoger worden. Dat is altijd zo. En steeds beter. Je gaat die mappen leren kennen. Je gaat de routes leren kennen. Je gaat de speelstijlen van de mensen ga je begrijpen in deze game. Behalve dan het campen, want dat begrijpt niemand. Maar het is wel fucking... Het is eigenlijk best wel erg dat als jij een game hebt waar campers gewoon dominaten. Dat verneukt gewoon de hele speelstijl. Hele game voor andere mensen. Kijk, weet je, een camper oké, maar niet te veel. En dat zie je wel vaak terugkomen. Double kill. En ik heb nog mijn 19 kogels, dus dan moet ik goed uit. Ja, ik had geen kogels in. Ik denk, pak die, dat wapen op. Maar we hebben hem gewonnen. Victory. Match bonus 2000. Even zo meteen naar de score kijken wat het allemaal is geworden. Uiteindelijk 33 om 13. Geen al te verkeerd eerst potje, zeg maar. De ping is fucking laag, maar dat is de hele tijd zo bij iedereen. Dat flikt, vliegt de hele kant op altijd. Kijk hier, nu heb ik weer ping helemaal voluit. Ik snap er ook geen bal van. Maar we hebben gewoon een prima potje gedaan zo. Ik denk dat het een prima eerste potje is. Wel een lang potje, gewoon veel geluld. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. Hier, als je hier op blijft staan en je laat dit eventjes allemaal uitgaan. En ik heb scavenger. Motherfucker, yes. Hier zie je dus al jouw gegevens, maar ook wat jouw hoogste streak is en dergelijke. Hoogste streak was 8 bij mij dit keer. Hoogste totaal is 11, dus het valt allemaal nog wel mee. 2.54 KD, prima. Prima scoren. Gaat de goede kant op. Jongens, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Laat even een like achter. Willen jullie nog meer live zien? Welkom Advanced Warfare. Misschien dat ik er dan meer doe deze week. En wil je wat weten over de game of wil je iets zien op mijn kanaal wat ik moet uitleggen? Laat het dan ook weten in de reacties. Schrijf hem helemaal vol. Ik lees alles. Ik reageer niet altijd op alles, maar ik lees alles. Jongens, ik zeg bye bye. Later.